Nu in Gallipoli. Gallipoli. Rondgelopen, lekker gegeten al. Maar nu gaan we echt naar het hoogtepunt. Naar Pasticceria Martinucci. Werkelijk waar, iets fantastisch. Zoiets kennen we niet in Nederland. We gaan het zo zien. Nee, ik ken het niet meer. Pasticciotto, de specialiteit van Lecce. Kijk nou. Nee! Nee, een blooper! Oh. Deze is met pistache en ricotta. Is smaak. Dank u. Erg lekker. Heel erg lekker. Het is nu al jammer dat Marije heeft gezegd dat we half half doen. We moeten deze heerlijk moeten delen. Zo zonde. Maar dit is ook lekker, hoor. Oh. Heerlijk. Ik wil zeggen, het is alleen al de moeite waard om naar Puglia te komen, om hier in Gallipoli eerst vis te eten en daarna een dolce hier. Het is echt prachtig, heerlijk, lekker, koffie erbij, veel meer hier nodig denk ik. En bereiken. Welke is beter? Hier, hè? Ja, dat dacht ik wel. Heel jammer, want ik heb nu als eerste de pistachio gehad. Je moet altijd het beste voor het laatste bewaren. Zo zie ik. Ja. Ik ben er zo nog een. Deze is lekker. Deze is met limoen en amandel. Ook erg lekker. Ja. Niet zo in balans als met de ricotta en de pistache. Wel lekker. Van de pistache kreeg ik tranen in mijn ogen. Maar deze niet. Ja wel, die minder lekker is.